Arme man. Arme man. Die man wordt gewoon mishandeld door die vrouw van de CIA. Oh nee. Wat gaat er nu weer gebeuren? Oh. Oké. Tik. Hoppa! Holy shit! Meekom jij! Omhoog! Omhoog wapens laten vallen of hij gaat dood! Yo mensen, mijn naam is Alex en welkom bij deze nieuwe video hier bij mijn kanaal. Vandaag ben ik hier met Michael en Michael moet blijkbaar naar Dave toe. En blijkbaar heeft Michael dus een afspraak samen met Dave. En ik zie zijn vrienden hier ook al zitten, lekker aan de koffie. Hebben jullie ook al een bakje koffie voor Michael? Nee? Nee, dat vind ik niet zo leuk. Ze hebben maar 3 pakjes koffie en we zijn met z'n vieren. Dat kun je toch niet maken? Dus moet ik nou gewoon zelf mijn koffie halen? Maar oké, jongens, vandaag hebben wij dus een missie. Maar voordat wij beginnen wil ik jullie allemaal vragen of jullie allemaal even op het duimpje omhoog kunnen drukken. Dat zou super awesome zijn. En kunnen abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. En jongens, wat is het plan voor vandaag? Ik bedoel, ik kom hier niet zomaar met Michael. Wij komen hier voor een missie. Want Michael, Michael is een beetje crimineel. Michael wil natuurlijk wel wat geld maken. Dus zijn er nog wat leuke jobs te doen? Is er nog wat leuk werk te doen voor Michael? Om wat geld te verdienen, jongens. Oké, moet ik zitten? Michael gaat er maar even voor zitten. Dat betekent dat het lang gaat duren. Dus weet je wat, jongens? Ik skip dit even. Ja, ik skip het gewoon. Want anders gaat het te lang duren. Jongens. Dave gaat dus blijkbaar met mij mee. Er wordt gezegd, Dave. We gaan lekker in jouw auto, toch, Dave? Ja, jouw auto staat hier als het goed is klaar. Dus we gaan lekker mee met de auto van Dave. Kunnen we niet even wel doorlopen, Dave? Nee, dat kan blijkbaar niet. Ik kan niet rennen. Jammer. Oké, Dave, je hebt wel een leuk autootje. Je hebt alleen niet echt een hele mooie sportauto of zo. Het is gewoon een normaal autootje, Dave. Ik bedoel, ik dacht dat jij wel wat rijker was. Ik dacht, jij hebt wel wat mooiere autootjes. Maar oké. Hallo, meneer. Zit u lekker op de telefoon? Ja? Oké, wat bent u aan het doen? Ja, die man zit nog steeds Flappy Bird te doen. Oké, dan laten we die man lekker Flappy Bird spelen als hij dat wil. Oké, maar wij stappen in de auto. Go to the meeting point. Wij gaan daar even heen. Dit is 2,5 kilometer hier vandaan. Dus weet je wat, jongens? Ik spoel dit even door en ik zie jullie als ik daar ben aangekomen. We zijn bijna op locatie aangekomen. En Dave heeft net wat verteld. Ik moest namelijk van Dave, moest Michael Franklin bellen. Zeggen dat hij ook zo snel mogelijk moest komen. En ik moest ook Trevor bellen. Maar dat wou Michael niet. En toen zei Dave dat Trevor er al was. En ja hoor, daar hebben we Trevor. En jullie weten allemaal wel. Trevor, het is een beetje een raar mannetje. Kijk, daar hebben we hem al. Trevor, wat is er vandaag weer aan de hand? Kijk, Franklin komt ook al aanlopen daarachter van, oh mijn god. Hé, hey, wat een mooie wolken zijn er vandaag, zegt Franklin. Oh, wat leuk. Even afleiding zoeken natuurlijk. Oké, jongens. We gaan dus wat met z'n drieën doen. We staan hier gezellig met z'n drieën te babbelen. Dus, wat gaan we doen? Ik zie hier een hele mooie helikopter staan. En misschien gaat er wel een van onze helikopter vliegen. Dat zou wel leuk zijn, ik bedoel. Helikopter vliegen. Wie wil dat nou niet? Dat is toch super leuk? Oké. En best friend. Oh, dat zijn beste vrienden. Oké, jongens. Gaan wij nu op verkenning. Oh, is hand. Oh, volgens mij ontmoeten hun elkaar nu, Franklin en Trevor. Oké, Trevor moet Michael dus naar de target laten vliegen. Maar wat is de target dan? I got it. Oké, Franklin weet wat hij moet doen. Trevor, jij weet toch ook wel wat je moet doen, hoop ik. Brad. Wat is er nou weer met Brad? Dat is al wel een tijdje geleden, Michael. Dat Brad verhaal. Maar oké, we gaan lekker bij dit huisje naar binnen. Gaan we ons denk omkleden. Trevor staat al buiten klaar. En holy shit, wat heb jij een vet pak aan. Ga je parachute springen of zo? Het ziet er wel vet uit. Oh ja, gaat wel lekker achterin zitten. Oké, dat ziet er nog best vet uit, het pakje. Jongens, wij gaan de lucht in. Trevor vliegt. En ik mag Trevor lekker besturen.
Hoppakee, fly to the agency headquarters. Oké, we gaan naar de agency headquarters. En dat is ergens bij een van die mooie grote gebouwen daar in de stad. Dus dat, dat zou leuk zijn. Dus misschien gaan we wel van dat gebouw parachuteren. Ik weet het niet. Het zou wel leuk zijn. Maar oké, we vliegen lekker door. Ik zie een heel groot vliegtuig hierover vliegen. Oh, die zit daar heel erg hoog in de lucht. Zit een vliegtuig. Zo, die zit hoog. Wow, wat zijn er veel vliegtuigen. Oké, nee, ik werd even afgeleid van een vlieg door de vliegtuigen. Maar we moeten door met de missie, jongens. We moeten door met de missie. Oké, waar moeten wij heen? Toggle focus. Oké, wij moeten hierop focussen. Oftewel, wij moeten de heli, denk ik, hier landen. Ik weet het niet zeker. Of moeten wij hem hier boven laten hangen? Ik weet het niet. Ik zie hier een liftje. Wat moeten we... Oh, we zitten in een scène. Oké, daar gaan we. Oh, shit. Oké, we gaan dus aan de touw. Wat gaan we doen? Woehoe! Oh. En... Oh, hoe werkt dit? Michael, je kan dit. Wee! Hoppakee. Wee, oh. Al die mensen zitten daar in het kantoor. Die zitten zo. Wat doet die nou weer? Ja, dit is een extreme sport, meneer. Dat is gewoon iets nieuws. Wee! Waar moet ik eigenlijk heen? Ik zit hier bij al die kantoortjes, maar ik weet niet waar ik heen moet. Oké. Kijk die mensen zo kijken. Die zitten zo, wat doet Tino? Maar ja, wij gaan gewoon door alsof er niks aan de hand is. Hey! Oh, die man die blijft gewoon lekker achter zijn computertje. Dat kan natuurlijk ook, meneer. Oké, we gaan hier lekker rustig naar beneden. Oké, ik weet echt niet waar we moeten zijn. Oh, ik denk dat we hier moeten zijn. Oké, toggle B2. Wat is er hier aan de hand? Doe eens even normaal, mevrouw. Volgens mij zit die mevrouw die man aan het mishandelen. Wat is er hier allemaal aan de hand, joh? Dit is volgens mij het gebouw van de CIA. En ik weet niet wat hier aan de hand is. Oh, wat doet die mevrouw? Arme man. Arme man. Die man wordt gewoon mishandeld door die vrouw van de CIA. Oh nee. Wat gaat er nu weer gebeuren? Oh, oké. Tik. Hoppa! Holy shit! Meekom jij! Hallo omhoog! Hallo omhoog! Wapens laten vallen! Of hij gaat dood! Holy shit, oké. Switch to Franklin. Franklin, ik heb hulp nodig. Holy shit, ineens heel veel actie. Hoppa, dood jij. Hoppa, dood jij. Hoppa, jij ook neer. En jij. Ho, nog meer bewakers. Nog meer bewakers. Holy shit. Hoppa. Kijk, zo doe je dat. En daarachter zit nog iemand. Ze zitten nu allemaal eens om te kijken van wat gebeurt er hier nou weer. Dit is gewoon een normale werkdag. En wat gebeurt er hier nou weer? Oké. Trevor. Get inside. Oh, we nemen die man gewoon mee. Jij gaat neer. Holy shit. Oké, we moeten snel naar Michael schakelen. Oh, daar gaan we. Holy shit, we worden van alle kanten beschoten. Trevor, takel ons omhoog, joh. Ben je gek of zo? Takel ons nu meteen omhoog. Dat kan je toch niet maken? Oh, Trevor. Oh mijn god, Trevor. Oké, jij moet ook nog snel dood, hoppakee. Oké, iedereen is dood, Trevor. Oh nee, laat maar, niks gezegd. Wee, oké, jij bent ook dood. Oké, kunnen we nu? Ja, we kunnen, Trevor. Ga maar, wee. Holy shit, er komen nog superveel buzzards aan. Wee, yo, oké. Dit kan je wel, Franklin. Dit kan je wel. De Meriwether of de CIA. Ik weet het niet zo zeker. Ja, dit is volgens mij van de Meriwether. De CIA heeft even gewoon de Meriwether erbij gehaald. Oh, wat gebeurt er nou weer? Holy shit. Oké, we schieten nu met Michael uit de helikopter. Hebben we nog andere guns? Nee, dat hebben we niet. Oh mijn god, dit gaat wat worden, jongens. Oh, we moeten de piloot neerschieten. Maar dat gaat echt heel erg moeilijk. Ze schieten ook nog raketten. Holy shit. Oké. Dood jij. Oké, die heli gaat neer. Crash tegen die andere. Oh, hij crashte bijna tegen die andere helikopter aan. Dat zou mooi zijn. Oh nee, er komt nog een heli. Oh, blijf nou eens recht vliegen, Trevor. Oké, daar is iemand dood. Nice, die is uit de heli. Dat betekent dat hun al een man minder hebben. Oké, dat was de piloot. Let's go. Daar gaat de helikopter. Nu nog de laatste helikopter die hier vliegt. Die moet ook nog even dood natuurlijk. En... Oh shit, ze schieten raketten. Ho, schiet hem neer, Michael, je kan het. Michael, let's go. Oké, de propellers zijn kapot. En die stort nu ook neer. Bye bye, zwaai, zwaai. Oké, nice, dat hebben we even mooi gedaan, vind ik. Trevor, ik zou zeggen, vlieg maar door. En we gaan denk ik weer naar de plek waar wij deze helikopter af moeten zetten. Toch? Oké, we kunnen volgens mij ook naar Trevor switchen, dus dat gaan wij maar even doen. En dan kunnen wij gewoon gezellig lekker vliegen. En ja hoor, wij moeten weer terug naar de locatie.
En wij hebben deze man dus meegenomen uit het CIA-gebouw. En ja, het is gewoon allemaal gelukt. Dat is natuurlijk helemaal mooi. You saved me. Thank you. No problem, man. No problem. Oké. Okay. Oh, shit. Gaan we hem hier naar beneden? Oké, de mensen staan hier klaar. Hallo, guys. Die man die zit er zo te zwaaien van. Hallo, hier zijn we. Ja, ik zie jullie wel. Oké, wij landen. De helikopter weer mooi op de plek waar die thuis hoort. De helikopter, ja, is een beetje beschadigd. Een paar kleine kogelgaten erin. Maar oké, ik denk dat het er wel mee door kan gaan. Dus dat is helemaal mooi. Meneer, je mag... Die man is net bevrijd. Hij dacht helemaal dat wij de redders in nood waren. Wordt hij gelijk weer met een zak over zijn hoofd in een busje gegooid. Daarmee zou ik zeggen. En ja, dit hebben we toch even goed gedaan. Alleen, één probleempje. Waar is Franklin? Want Franklin, die stond nog op het dak van een ander gebouw. Dus ik hoop dat die er zo ook gewoon aankomt. Want anders zijn we Franklin kwijt. En dat zou natuurlijk niet zo mooi zijn. Maar oké, we hebben het gedaan. Franklin is er nog niet, maar die komt blij. Michael is blij. Want ze hebben het gewoon gedaan. Trevor, jij mag de helikopter inzitten, joh. Goodbye, Trevor. I'll see you later, zegt Michael al. Oké, we gaan er vandoor. Doei, doei, Trevor. Toedels. En hij gaat er vandoor. Is een mooie helikopter. Ik vind dat hij nog best goed helikopter kan vliegen. Kijk eens, daar gaat hij heel smooth. Ja. Hij kan het toch goed. En volgens mij heeft hij niet eens een helikopterbewijs of zo. Dus hij kan het nog best goed. Maar wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel, we staan hier nu zo. En, oh ja, mission passed. We hebben het gedaan, jongens. Oftewel, alles is goed gekomen. Franklin, die komt denk ik wel op een of andere manier thuis. Maar oké. Dus mensen, dat betekent dat dit het einde is van de video voor hem, toch? Zo ja, vergeet natuurlijk niet te liken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan, natuurlijk. En, join de Discord server. Linkje staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Laters.